Dit is een boom. Deze boom is door de natuur gemaakt. Dit is ook een boom, maar dan door de mens gemaakt. Cultuur is dat wat de mens schept. De scheppende mens, dus. De mens die iets schept uit niets. Zowel voorwerpen, zoals een schep of een gebouw, als dingen die bedacht zijn. Zoals romans, toneelstukken of films. Bijna alles om u heen is bedacht, ontworpen, vormgegeven. Van de wereldberoemde, veel gekopieerde bewijzigingsborden op Schiphol tot het kopje koffie waar u uit drinkt. Alle games, muziek, alle reclames, producten, foto's, gebouwen en kunst. Allemaal bedacht en vormgegeven door de culturele sector. In ons land werken massa's mensen om alles vorm te geven en mooier te maken. Om ons te vermaken, om ons een zinnige vrije tijdsbesteding te bezorgen. En om ons te laten nadenken over dingen waar we anders niet aan toegekomen zouden zijn. Maar wat is de waarde van cultuur? Wat is de waarde van al die schilderijen, boeken, toneelstukken en films? Sinds 2010 hebben alle regeringen een poging gedaan cultuur langs de economische meetlat te leggen. Door van kunstenaars, artiesten en denkers ondernemers te proberen te maken. Maar is dat wel een logische stap? Moet cultuur rendabel zijn? Was Van Gogh een slechte schilder omdat hij niet één schilderij wist te verkopen? Was Mozart een waardeloze componist omdat hij straatarm gestorven is? Is André Rieu een betere violist dan Janine Jansen omdat hij een vollere portemonnee heeft? Dat zegt alleen iets over zijn kwaliteiten als ondernemer en helemaal niets over zijn kwaliteiten als violist. Maar goed, die economische meetlat. De culturele sector had in 2015 een toegevoegde waarde van 25,5 miljard euro. Dat is 3,7% van het bruto binnenlands product en is daarmee ruim twee keer zo groot als die van landbouw, bosbouw en visserij. De banengroei in de culturele sector was de afgelopen jaren met 2,4% gemiddeld erg groot. Over de gehele periode van 2015 tot 2018 is de werkgelegenheid in de culturele sector zelfs twee keer zo hard gegroeid als gemiddeld in heel Nederland. En er zijn in totaal 73.000 banen bijgekomen. Er werken nu meer dan 344.000 mensen in de culturele sector. Huishoudens consumeren jaarlijks voor 14,1 miljard euro aan media en cultuur. Zo'n 1700 euro per huishouden. Het gevolg van het politieke beleid is dat van alle werkenden in de culturele sector meer dan 60% ZZP'er is. Bij auteurs is dat 70%. Bij uitvoerend kunstenaars, zoals muzici, is dat ook 70%. En bij beeldend kunstenaars is dat zelfs 90%. Dromen, idealen, visioenen. Juist nu zijn creatieve denkers en doeners nodig. Kunstenaars uit alle disciplines. Game designers, circusartiesten, animatoren, ontwerpers, cabaretiers, producenten, grimeurs, belichters, fotografen en al die anderen. Zij bieden u troost, wijsheid en hoop. En vooral een blik op een bredere horizon. We hebben elkaars ideeën, dromen en visioenen nodig. Nieuwe verhalen over wie wij zijn en wie we willen of kunnen zijn. Zonder cultuur wordt het oog niet verzadigd met zien en het oor niet vervuld met horen. Zin hebben in dat wat niet van deze aarde is. Dat maakt ons een gelukkig mens. Laten we er met z'n allen voor zorgen dat al die ZZP'ers in de culturele sector kunnen blijven scheppen.